Zo gaat alles veranderen in Pijndrecht, heb ik gehoord. Ze gaat naar, van gas naar elektrisch. We zijn hier nu in de huiskamer Aardgasvrij Pijndrecht. En die is vandaag feestelijk geopend. De bewoners tijdens de inloopbijeenkomst in het voorjaar zeiden al vaker van eigenlijk willen we op veel meer momenten geïnformeerd worden over het aardgasvrij worden van deze wijk. Zou hier niet op een centrale locatie een plek kunnen komen waar wij het gesprek kunnen hebben van nou ja, wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken en hoe kies je nou alternatieven? En welke alternatieven zijn er en hoe ziet dat eruit? En kan ik mijn favoriete recept dadelijk ook op inductie gaan koken? Inductie? Helemaal te gek. Ja, kijk, inductie, ik kook er al eigenlijk al 20 jaar op. Je hebt minder verspilling, hè, energieverspilling. Ja, het is gewoon heel erg handig en heel erg fijn om mee te werken. En hoe gaat u meedoen? Minder gas gebruiken. Hoe dan? Ja. Juist met dat soort praktische vragen is deze buurtwinkel ook en deze huiskamer om hier gewoon binnen te lopen en al wat soort vragen te kunnen stellen. Ik wilde heel veel praktische vragen. Hoe gaat dat eigenlijk gasloos koken? En als ik mijn muren ga isoleren, hoe ziet dat eruit en waar kan ik met mijn vragen terecht? Ja. En daarom hebben we vandaag deze huiskamer geopend, waar mensen echt terecht kunnen met al die praktische vragen en overdag gewoon binnen kunnen lopen, maar vooral ook in de praktijk kunnen kijken hoe werkt dat nou allemaal. 5 dagen per week geopend en ik hoop dat we daarmee een plek hebben waar mensen zich welkom voelen en waar ze meer te weten komen over het aardgasvrij worden van Pijndrecht in 2030. De auto van elektrisch, alles van elektrisch tegenwoordig. Hoe lang douche jij? Rond de 5 tot 10 minuten, maar dan moet je altijd, als je echt wil besparen, moet je douchen met koud water. Nou, Pijndrecht is belangrijk omdat wij als Rotterdam 263.000 huizen van het aardgas af moeten halen. Ja, dan kun je niet wachten tot 2049 en dan denk ik, oh, we hebben nog een jaar de tijd. Dus we gaan beginnen in Pijlertwijk en Pijndrecht is er één van. En dan willen we leren hoe dat gaat en daar lopen wij voorop. Ja, heel goed voor de toekomst. Welkom, zeg ik, in de huiskamer. Loop vooral lekker binnen, stel je vragen. Ga aan de praktijk kijken hoe dat nou werkt, inductie koken. En als je nou uit Zuidwijk komt, mag je dan stiekem ook komen? Ja, natuurlijk. Want Zuidwijk is een van de wijken waar nu onderzoek wordt gedaan of het haalbaar is om in Zuidwijk ook voor 2030 aardgasvrij te worden. Ja, mensen die eigen huis hebben, die kunnen aanmerken komen voor een subsidie van €500 voor het overstappen op gasloos koken. En €300 voor isolatiemaatregelen aan hun huis. Waar moeten ze dan zijn? Bij deze winkel. Vooral doen. Overstappen met Jan. Ja, die Multiculti Roadshow is voor de bewoners, heb ik het georganiseerd. En er is van alles te doen hier vandaag. Je kunt workshops, met de workshops meedoen, je kan eten, je kan drinken. Er zijn dansgroepen, dus van alles en nog wat. Ja, dat klopt. Wij zijn hier bezig met de Sieraden Workshop en dat doen we regelmatig. En dat is leuk voor oudere mensen en je kunt zelf een ketting maken en dat soort dingen allemaal. Dat is een dank aan de wijkraad en Amstelveen mee, dat we die geld met dit kan realiseren. En doen jullie dit ook vaker, zo voor de feest? Ik heb het al 3 jaar achter elkaar gedaan. Ik heb 2 jaar gestopt en dit jaar heb ik het geprobeerd. Waar ik me dus op dit moment mee bezighoud, het is een multiculturele roadshow. Dat houdt in dat de onderlinge culturen die hier sterk vertegenwoordigd zijn, zichzelf een beetje gaan presenteren. Wij als wijkraad, ik ben zelf wijkraadlid hier in Hillersluis, vinden namelijk dat de culturen moeten gaan samenwerken. Stel je eigen cultuur aan de anderen voor.
Als je dat gaat doen en er wordt een beetje bekendheid aangegeven, en daarvoor vind ik het ook schitterend dat TV Zuid ook de moeite neemt om op Zuid verder in het gebied, met name Feyenoord, acte de présence te geven. Zodat dus de mensen kunnen zien dat het ons als wijkraad menis is. Wij zoeken altijd de verbinding met anderen. Het maakt ons niet uit wat je gelooft, hoe je in het leven staat. Alleen wat wij wel willen is dat iedereen mee gaat doen uit eigen vrije wil. Zodat er hier een mooie sociale maatschappij in Zuid gaat ontstaan. Waarvan iedereen in Nederland zegt, goh, ik zou eigenlijk best wel in Rotterdam-Zuid willen wonen. U komt voor? Gewoon voor de informatiedag. En waarom? Nou, het is belangrijk dat dit stukje natuur blijft bestaan. En nou, kijken wat de mooie plannen zijn. Het leek ons wel leuk om eens even buiten het eiland te bekijken en dan op een andere manier. Nou, omdat het een prachtig stukje natuur is in Rotterdam. En nu zijn er nog wat leuke, bijzondere activiteiten. Dat leek ons wel leuk. Ja, leuk om te zien dat er zoveel belangstelling is. Ik ben Sander Zwits Jong en we staan hier bij de buitenplaats Brienenoord. Dat is eigenlijk een nieuwe plek in Rotterdam, op het eiland van Brienenoord. Hier stond ooit een kampgebouw. En dat kampgebouw dat hebben we helemaal getransformeerd met het materiaal van dat pand naar een nieuw gebouw. En dat heeft een aantal jaar geduurd en nu zijn we zover dat we mensen kunnen ontvangen. Ik ben Joke Klumper, ik ben landschapsarchitect van de gemeente Rotterdam. En ik heb meegewerkt aan de verdere planvorming voor het eiland van Brienenoord. En dat doen we samen met ARC, Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat. Ja, ik ben Linda Roos Sandhaags van Rijkswaterstaat. En wij dragen bij als Rijkswaterstaat aan dit mooie project om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat doen wij door de vooroevers te verondiepen. Dus we maken nieuwe oevers. En daar gaat dan getijdenwerking ontstaan. En daardoor ontstaat nieuwe natuur die juist op die delen goed functioneert. Komt u vaak hier op het eiland? Jazeker, heel veel. Nou, het in deze omgeving willen we graag een nieuwe natuur creëren. En dat doen we in de Nieuwe Waterweg en in de Nieuwe Maas. En dat doen we op een heel aantal verschillende locaties. Zodat er eigenlijk één systeem ontstaat. En dat betekent nieuw leven en dat verbetert ook weer de waterkwaliteit. Oh, ja, dat is spannend. Ik vind dat spannend. Ik ben ervoor dat er dingen gebeuren op het eiland. En dat het zich blijft ontwikkelen. Ja, je weet nooit, je kan nooit in de toekomst kijken of het heel glad wordt. Of dat het heel erg wel de charme blijft die het eiland ook heeft. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat ze dat met respect voor de natuur gaan doen. Het gaat nu gebeuren. Nou ja, als het af is, dan kunnen mensen echt gaan genieten. En dan is er hopelijk een hoop moois te zien. Hallo, ik ben Ludovic, ik ben kunstenaar uit Marseille. And I had this idea to swap bench between cities. Hallo, ik ben Gregory, ik ben een kunstenaar naar Oost-Turcie. And so it's the first exchange realized of benches. Yeah, I had a residency here for 3 months last winter. This residency is about doing something with the city. In the same time I was here, I already had this idea about exchanging benches. And I was really surprised that maybe 2 days or 3 days after, I had an answer and they said, yes, okay, we are going to find a solution. And a week after, it was done. I had just had to go to the service, the technical service, and pick it up the bench. So, long story short, one bench is located here on Katendrecht now, and the other one is on its way to France. Exactly, this one that you will saw there is a French one. Yesterday we put it there with the help of the technical service. At this moment we take the Dutch one, the bench from Rotterdam, and we are moving tomorrow to France back. And then we are going to put it maybe last week, last month, we don't know yet, on the village of Oost-Turcie. It's a special model. I think from the 40s. I'm not sure of that, but it's very old. It's the typically French bench.
Voilà. Normally, this bench in Ouss-sur-Cie will go to the waste. By this act, I saved this bench. You have the chance to have a new life. For me, that is very important. The idea is to, when you are sitting there, to see the landscape of the south coast of the Charlois, but also you could see, in the same way, you could see the village of Ouss-sur-Cie. Voilà. The symbol is very important for us. And it's a place of freedom, in fact. Here, for example, the technical service was really nice and really helpful. So thanks a lot for everybody. TV Zuid nam een kijkje bij Seinpost Slingen. De kern van Seinpost Slingen is een betrokken en open community rondom het christelijk geloof. En hierbij maakt het niet uit welke kleur of komaf je hebt, iedereen is gewoon welkom. En met verschillende activiteiten zetten zij zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk. Een gezonde lunch, elke dinsdag en donderdagochtend doen we dat tijdens de inloop. En de inloop is van 11 tot 2 uur. En om 12 uur hebben we dan een gezonde lunch voor de mensen uit de wijk Pendrecht, de Zuidwijk, overal vandaan. En iedereen is altijd bij ons gewoon welkom ervoor. Meestal hebben we op donderdag soep en op dinsdag doen we een lekker warm eitje met andere dingetjes erbij. Ik vind het heel erg problematisch dat dit georganiseerd moet worden. Omdat dit project zeg maar uit de grond is komen vanuit de mensen zelf. Om zeg maar armoede tegen te gaan. Want driekwart van de mensen hebben gewoon tekorten. En zijn dus aangewezen tenzij op de voedselbank of om hier een lunch te komen halen. Om een paar euro te besparen om voor die paar euro weer een paar sokken te kunnen kopen of een onderbroek voor mijn part. En een stukje verbinding, sociaal contact met elkaar, want sommige mensen zijn ook gewoon, zien nu niet zoveel mensen door de week. En dus dit is gewoon een mooi moment dat ze elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk kunnen eten en lekker een praatje kunnen maken. Dat is ook gewoon heel erg belangrijk, naast het feit dat ze sommigen gewoon iets minder te besteden hebben dan de anderen. Ja. Het is, een maatschappelijk probleem. Wat niet wordt aangepakt en wordt waar heel weinig aan wordt gedaan. En er wordt zelfs geld verdiend aan armoede. Heerlijk. Dit moet, dit is uit nood geboren en dat vind ik gewoon niet kunnen.